Wij staan hier te voordelen van broederlijk delen. Wij doen dat van de CM-werking uit, ook met ziekenzorg en zo dat wij hier komen staan. En wij hopen dus dat de mensen allemaal een vrije gift geven. Wij steunen daarmee 13 landen in het zuiden. En wij, waar men vooral wil ondersteunen, de landbouw en het klimaat. Dit jaar staat Molly van Oeganda in de kijker. En omdat zij dus haar kinderen niet voldoende eten kan geven. Ze hebben maar één maaltijd per dag kinderen. En Molly probeert ook om de bevolking door ossen en zo het land te bewerken. Een kwestie van de landbouw en zo. En dan hebben ze meer opbrengsten om hun voeding te wat meer te doen te komen. Ja, eigenlijk uit solidariteit andere mensen te steunen. Omdat we het eigenlijk niet zo slecht hebben.